Mijn naam is Bob Heineken, ik ben 27 jaar, geboren en getogen in Loosdrecht. Een fanatiek en gepassioneerd wedstrijdzeiler. En vandaag mogen jullie een kijkje nemen in mijn Zeltas. Ik vind het wel handig dat ik een lekker groot tasje heb, want ik neem altijd wel, wel extra spullen mee. En ja, je vaart vaak een weekend of meerdere dagen en is het altijd wel lekker om wat extra aan droog spul bij te hebben. Ja, dit is wel op zich wel grappig. Lycraatje van mijn optimistentijd. Ja, eigenlijk heb ik hem nooit meer aan, want hij begint ook helemaal stuk te gaan hier aan die onderkant. Maar ja, het is gewoon een mooie herinnering aan die optimistentijd. Weet je, daar begon het eigenlijk wel. Dan zit je nog misschien wel met de meeste fun in die boot. Dus ja, die heb ik er altijd gewoon nog bij. Dit is echt een must. Dit gaat misschien wel als eerste mijn tas in. Omdat, laat ik zo zeggen. Ik heb zo vaak gewoon mijn normale pet op gehad met zeilen. Die ging van mijn hoofd. Die woei gewoon af. Of het nou aan mijn hoofd ligt of op de manier hoe ik een pet op doe, dat laat ik maar in het midden. Maar dit cappy, dat moet er gewoon aan boord zitten. Ik moet een petje op hebben met zeilen. Dus dit is echt een verplicht nummer. Mijn hangpak. Tenminste, ik noem het een hangpak. Ik weet ook niet of het echt letterlijk een hangpak heet, maar dat vond ik altijd wel de juiste term. Deze gebruik je eigenlijk meer in de eenmansbootjes. Ik gebruik hem ook nog wel eens in de pampers en in de kwadraat, maar het is niet echt heel erg nodig. Maar goed, ik heb hem nog steeds wel bij, want ik ben er nog niet helemaal over uit of ik nou dat hangpak moet gebruiken, ja of nee. Dus nou ja, daarom heb ik hem nog bij. Om het hangpak een beetje goed te houden, heb ik wel op zich misschien niet een heel gebruikelijk item. Dus een wielrennersbroek. En die doe ik er overheen, zodat ik dat pak, ja, dat het niet zo snel slijt. Dan slijt mijn wielrennersbroekje wel, maar ja, dat was 3 tientjes bij de Perisport. En dan hou ik dat pak gewoon langer goed. En wat lekker eraan is, dat er van die bretels aan zitten. En dat kon ik niet echt vinden in de zeilwinkel, om het zo maar te zeggen. Dus sommigen zeiden er wat over van, ja, waarom heb je zo'n wielrenbroek aan? En dan legde ik dat uit en dan vonden ze het eigenlijk nog wel handig ook. Dus, ja, dit is op zich wel handig, vond ik dat. Het is misschien niet het mooiste, maar het is wel effectief. 60 kwadraat heb ik 2 jaar geleden, laat ik zo zeggen, afgemaakt. Daar heb ik zelf een paar jaar over gedaan om die te restaureren. En ik merk dat een prachtige klus is geweest. Alleen ik moet hem, qua snelheid heb ik nog wel een klusje, laat ik zo zeggen. Dus ik moet echt even vol aan de bak met die 60 kwadraat om dat allemaal top te krijgen. Want voorlopig heb ik nog niet echt mee kunnen doen de prijzen. Dus daar zit nog wel een uitdaging in.